Vlaamse slagerzanger Christophe maakte een turbulent jaar mee. Uiteraard was de coronacrisis een struikelblok. Maar ook het overlijden van zijn oma en de breuk met zijn vriend Ritchie maakten het hem niet gemakkelijk. Gelukkig hield hij zichzelf sterk en zocht hij professionele hulp bij een psycholoog. Aan dag allemaal vertelt hij over zijn relatie die hij had met Ritchie. Zo zegt de zanger dat hij altijd vrij afhankelijk was van zijn partner. Hij wilde naar eigen zeggen iemand die voor hem zorgde als hij thuis kwam. Dat wil ik niet meer in de toekomst, zegt hij daarover. Christophe voegt er wel nog aan toe dat hij blij is dat hij zijn ex hem dat liet inzien. En hoewel we elkaar nog graag zien, was het een goede beslissing om uit elkaar te, te gaan. We staan daar allebei nog altijd achter, al dus Christophe. Maar ondanks hun breuk komen kom ze nog wel goed overeen en zijn ze echt nog vrienden gebleven. Ze zouden zelfs samen de kerstdagen doorbrengen.